op deze nogal koude novemberdag gaan we het hebben over iemand die een expert was op het gebied van het Nederlands-Indisch Adatrecht. En dat was Cornelis van Vollenhoven. We staan hier dus aan de Van Vollenhovenlaan. Cornelis van Vollenhoven werd geboren in 1874. En slimme jonge man dat hij was. Hij ging in studeren in Leiden. En daar rondde hij maar liefst 3 studies af. Hij studeerde af in de rechten. Vervolgens in de Semitische talen. De Semitische taal is waar onder andere het Arabisch onder valt. En hij studeerde af in de politieke wetenschappen. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij een aantal jaren later, nog voordat hij 30 was, werd hij in Leiden hoogleraar in het Adatrecht en in het staats- en administratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao. Oftewel de Nederlandse koloniën op dat moment. Het Adatrecht, dat was het recht in Indonesië, wat gebaseerd was op gewoonterecht, op islamitisch recht. Er zat een deel sharia in. En dat werd door heel veel Europese rechtsgeleerden niet echt heel serieus genomen. Maar Van Vollenhoven deed dat wel en vond dat het ook serieus genomen moest worden. Dus hij bestudeerde het niet alleen serieus, maar hij heeft ook verschillende artikelen geschreven waarin hij aangaf dat het voor Nederlands-Indië dat het heel goed functioneerde. Nou, hij heeft van 1901 tot 1933, tot zijn dood, heeft hij deze functies uitgeoefend als hoogleraar. Hij heeft daarnaast ook nog colleges gegeven over de islam, over het volkenrecht. Hij heeft zelfs nog een keer een hoogleraarschap in het volkenrecht afgeslagen, omdat hij het al zo druk had met zijn 2 andere professoraten. Kortom, het was een druk bezet man. Wat wel opmerkelijk was, hij werd gezien als een van de wereldwijde of een van de wereldvermaarde experts op het gebied van het Adatrecht. Is dat hij zelf maar 2 keer ooit in Nederlands-Indië is geweest. 1 keer in 1907 en 1 keer in 1923. Nou, is dat ook wel een beetje verklaarbaar, want reizen was toen natuurlijk niet zo heel gemakkelijk als nu. Dus een reis nam nogal wat tijd in beslag. En sowieso waren geleerden, omdat vanwege de reismogelijkheden in die tijd toch meer wat we nu zouden noemen, vaak wat neerbuigend, maar dat moeten we niet zo zien, als kamergeleerde. Dus hij studeerde heel veel vanaf zijn bureau. Maar rechten is ook een studie natuurlijk waar je veel geschriften bij gebruikt. Dus zodoende is deze... Het is misschien geen spectaculair leven geweest, maar het is wel een heel productief leven geweest. En dat was Cornelis van Vollenhoven.